Nou zit er toevallig bij deze auto tussen de wielen een accu. Dus als je die ruimte groter maakt, kan er een grote accu in. Nou, dat is dus wat er gaat gebeuren. Dus een mooi stukje geschiedenis doen. 23 april 1947. Dat was de dag dat Ben Pon in Wolfsburg in de Volkswagenfabriek liep. En hij zag daar wat en dat bracht hem op een idee. Het idee van de bus. Een auto, eigenlijk op bestaande techniek, met die motor achterin, zoals de Kever dat destijds ook had. Maar daar gewoon een mooie opbouw op. En naar keuze, een platte bak. Gewoon allerlei variaties. En die kon je dan gebruiken als vervoermiddel van A naar B, voor personen. Maar vooral ook voor goederen. Nou, die zou uiteindelijk uitgroeien tot deze bus. Dan komt er ook een langere. 25 centimeter langer, meer ruimte die kant op en het zit hem tussen de wielen. Nou zit er toevallig bij deze auto tussen de wielen een accu. Dus als je die ruimte groter maakt, kan er een grote accu in. Nou, dat is dus wat er gaat gebeuren. Nu hebben we een 77 kWh accu bij ons. Kom je een kilometertje of 400 ver mee. Maar die versie met die lange wielbasis, dat kan, hoeft niet, dat kan een 86 kWh accu in. En dan rij je uiteraard weer verder. Die variant heeft ook de motor achterin, net als nu. Wij hebben 204 pk bij ons. Degene met de dikke accu krijgt 286 pk. Maar dan komt hij, hè. Jullie kennen allemaal het label GTI. Nou, een bus GTI, dat is een beetje gek. Bij de elektrische auto's van Volkswagen is dat label een beetje veranderd. Het heet geen GTI meer, maar GTX. Dat betekent meer vermogen, een beetje dynamiek extra erbij, een beetje spontaniteit in het rijgedrag. Van deze bus komt een GTX-versie met veel meer dan 300 pk. En nou zie je hier, hè, in deze omgeving, maar ook in Nederland, ook in Amerika, eigenlijk op heel veel plekken waar gerecreëerd wordt, zie je heel vaak die Volkswagen California. Dat is eigenlijk de Volkswagen Transporter, maar van binnen geschikt gemaakt voor recreëren. Dus van alles erop en eraan, zo'n hefdak, dat kan dan omhoog. Jullie voelen hem aankomen. Van deze bus komt een California. Dus dan kun je dus elektrisch recreëren. We hebben nu achterwielaandrijving, hè? Dus de kracht via de accu gaat naar die elektromotor. Heel compact, zit tussen de achterwielen. Net als bij die eerste generaties bussen. Maar vierwielaandrijving komt ook. Dan zit die motor voorin. En als je dan weet, hè, wij rijden nu in Frankrijk langs de westkust. We zakken langzaam naar beneden van Bordeaux in de richting van Biarritz. Maar moet je eens voor de grap een keer op een kaart kijken. De kaart van Frankrijk. Er is in de wereld geen één land met zo'n dichtheid qua wegen. En dan zie je dus hier en daar ook best wel veel off-road wegen. Hier ook. Allerlei off-road weggetjes. Nou, daar kunnen we prima overheen met deze. Maar met die vierwiel aangedreven bus binnenkort kun je er nog beter overheen natuurlijk. Ik zit trouwens fantastisch in de bus. Dat is op zich ook wel weer logisch. Dat is eigenlijk heel simpel. Hè? Hoe kleiner een auto, hoe kleiner de stoelen. En als stoelen klein zijn, zit je er vaak niet zo lekker op. Nou, deze auto is alles behalve klein. Hij is breed, hij is lang, hij is heel overzichtelijk. Maar veel binnenruimte betekent ook forse stoelen. En forse stoelen, kijk maar thuis. De stoel of de bank waar jij op tv kijkt, die zit lekker. Deze zit ook lekker. Met dit, Captain Chair noemen ze dat ook wel. Hier dat zitvlak, dat is uitschuifbaar. Mooi wat hoger. Je hebt ook wel dat busgevoel. En dan niet de negativiteit, hè? Van een beetje Spartaans, dat is er niet meer. Maar wel zicht om je heen. Ja, mooi om je heen ver kunnen kijken. Het is comfortabel. Die eerste generaties van de Volkswagen bus, die waren zo geschikt voor die mannen en dames natuurlijk ook die aan het surfen waren. Simpelweg omdat die auto functioneel was. Je kon er echt alles mee. En wat dat betreft is het karakter van de auto gewoon gelijk gebleven. Want hier kun je ook van alles mee. Als jij een bakkerij hebt en je brengt graag je brood op een efficiënte, duurzame manier naar je klanten. Ja, dan neem je deze. Dan moet je hem overigens, je moet niks, ik zou doen, wel een beetje cult uitvoeren. Dus mooi met die klassieke letters op de zijkant, eenvoudige wielen, leuk die historische kleuren. Je ziet ze nu ook rijden, hè, op allerlei plekken. Echt dat oude, dat klassieke, dat zit erin. Maar goed, het kan zijn dat je geen bakkerij hebt. Heb ik ook niet. Maar misschien wel kinderen, heb ik ook. Dan is die ook geschikt. Hier als vijfzitter. Binnenkort deze variant ook als 7-zitter. De lange versie, inderdaad, ook als 7-zitter. Of 6, als je liever geen achterbank hebt, maar stoelen. Dus
als gezinsauto, als MPV, als recreatieauto. En uiteraard inderdaad ook om spullen weg te brengen. Want dat was helemaal lang geleden het vertrekpunt van Ben Pomme. Een auto waar je heel veel spullen in kon doen.